Hou op, hond! Pap, help! Schat, val me niet lastig. Papa wil graag nog lang en gelukkig genieten. Papa! Wacht even, liefje. Mijn knuffel! Pap, de hond heeft mijn knuffel gestolen. We verzinnen wel iets. Dat is geweldig. Ik heb een match. Ik moet me klaarmaken. Een nieuwe moeder? Prachtig. Nou, lieverd, hoe ziet dat eruit? Leuk? Niet echt. Een minuutje. Buig voorover. Lager. Dit is beter. Het doet pijn. Maakt niet uit. Wat parfum en bloemen. Je bent klaar om te gaan. Dat is eigenlijk beter. Oh, ze is er. Wow. Hey, welkom in mijn huis. Becky, dit is Anne. Anne, Becky. Hey! Hier zijn bloemen. Ga zitten, ik ga wat drinken halen. Wow, dat is een mooi huis. Becky, wat ben je aan het doen? Huiswerk. Heb je hulp nodig? Het lukt wel. Oké. Hier is een idee. Bij nader inzien heb ik inderdaad hulp nodig. Wat je ook nodig hebt. Kun jij het afval buiten zetten? Zeker. Waar is de vuilnisbak? Wat is er gebeurd? Hasta la vista! Doe open. Ik denk dat ze mijn ruit hebben gezet. Nou? Je drankje. Waar is Anne? Ze rende weg. Anne? Ik bedoel, waarom deed ze dat? Ik wel. Weet je, dat zou ik niet moeten doen. Niet doen? Papa, wil je me helpen met huiswerk? Wacht even, schat. Ja. Ja. Nee. Oh ja. Dat is ze. Wauw. Leuke Barbie. Hey. Amber, dit is mijn dochter Becky. Ik hoop dat jullie het kunnen vinden. Geef me de bloemen. Het zal wel. Ga zitten, Amber. Ik ben er zo. Hey, nieuweling. Kun je me helpen? Wat is het probleem? Zet het afval buiten. Prima. Daar. Het is weg. Waar sta je naar? Het werkte niet. Snoesvest. Wat is er op de tv? Ik kijk ergens naar. Ik wil een tv-programma kijken. Dat is mijn afstandsbediening. Geef het aan mij. Doe iets. Ik? Op zijn tv. Hier ben ik. Wat is er gebeurd? Liefje, ik probeerde haar tegen te houden. Het was allemaal haar schuld. Hebben jullie gezien wie het heeft gedaan? Comment hieronder. Ik ben onschuldig, dat zweer ik. Waarom lieg je? Niet jouw zaak. Dit is mijn thuis. Meisjes, wat dacht je van een wandeling? Klinkt goed. Geweldig idee, papa. Het is een geweldige dag voor een wandeling. Oh, lieverd. Nieuw, PDA. Oh, je bent zo mooi. Het is onhygiënisch. Je vermort de sfeer, ja. Schat, maak je geen zorgen. Ik heb een geweldig plan. Houd elkaars hand vast. Dit is prachtig, schat. Wat? Mijn fout. Hoe onbeleefd is dat? Verrader. Dat was mijn favoriete wang. Schat, alles goed met je? Papa? Het ging beter, schatje. Ga iets halen. Oké. Dus, waar was ik? Cola en mentos. Een match made in heaven. Amber, kun je alsjeblieft de fles openen? Oké. Perfect! Dat
Wat heeft zij gedaan? Schat, maak je geen zorgen. Je hebt een douche nodig. Home sweet home. Wacht even. Hier is een handdoek. De badkamer bevindt zich verderop in de gang. Leuk! Arm ding. Ik zal het avondeten koken. Ik zal het afval later gebruiken. Goh, kinderen zijn vervelend. Waarom is dit allemaal hier? Vies! Het heeft geholpen. Schat, wat is die stank? Oh, lieverd, kun je nog een keer douchen? Oké. Papa, ik ga tv kijken. Eet over 5 minuten. Oh, dat is interessant. Het smaakt naar euforie. Woehoe, oh, pizzeria. Je hebt mijn lijn gestolen. Tiramisu en pasta. Chef's kiss, kom naar ons toe. Wij hebben de beste pizza van de stad. Dat is Annie. Ik bewaar haar nummer voor het geval dat. Schat, dit is voor jou. Papa, ik zal je recept een beetje aanpassen. Oh, Amber heeft er al een paar. Dan is het voor mij. Bedankt, papa. Schat, ga aan tafel zitten. Groente. Eet smakelijk. Oh ja, bedankt. Vind je het niet lekker? Kom op, het smaakt geweldig. Waar is je tand? Mijn wat? Oh, hier. Dus? Oeps, het was een melktand. Ben zo terug. Ik vraag me af of je zo zult lachen na wat hete saus. Drankjes voor mijn favoriete meisjes. Becky, waarom eet je niet? Is er iets dat je niet lekker vindt? Nee, het is geweldig. Ik moet zo snel mogelijk gaan drinken. Melk, nu! Red mij! Phew, ik voel me anders. Is er iets aan de hand, schat? Jammer. Meisjes, ik heb een suggestie. Hoe zit het met films? Iedereen naar de film. Opschieten. Amber, ga zitten. Schat, ben je oké? Ik zal je helpen. Gaat het wel goed? Absoluut. Ik ben het niet. Kinderen zouden niet zoveel popcorn moeten hebben. Dat is oneerlijk. Mijn vingers. Een hele verrassing. Wie heeft daar een muizenval geplaatst? Je blokkeert het zicht. Ga weg. Ze kan het aan. Ik zou het begin niet graag willen missen. Hoe gaat het met je hand? Auw, afblijven. Het doet ongelooflijk veel pijn. Dit is het restaurant. En dit is Anne. Papa, ik wil naar de pizzeria. Kijk eens wie daar is. Wie is het? Ik moet eerst even langs gaan om me om te kleden. Wacht even. Waar is mijn mooie outfit? Vandaag is een grote dag. Papa, ik draag mijn favoriete jurk naar het restaurant. Vind je het leuk? Je wordt het mooiste meisje daar. Amber, wat doe je met mijn speeltje? Spelen. Mijn speeltje. Papa, zei... Stil, stil. Ik heb nieuws. Ik wil Amber ten huwelijk vragen. Wat denk je? Jij! Gemeene Rick! Geweldig idee, papa. Ik ben zo blij. Amber, je ziet er prachtig uit. Schatje, kleed je snel om. We zijn laat. Ik kom eraan, papa. Wat? Mijn jurk! Pap, ze heeft het verpest. Dit is echt erg. Schat, schiet op. Veel plezier. Schat, ga zitten. Ober. Goedenavond. Wat zou je willen bestellen? Bedankt. Ik wil dit en dit en dit en
en al het andere op deze pagina. Oh, dit is een beetje buiten mijn budget. Wat eet jij? Ik wil alleen maar water. Lieverd, ik wilde je dit al een tijdje vertellen. Je bestek. Oh, hi. Hey! Dus wat wilde je zeggen? Niets, schat. Hey, ik ben hier. We moeten drastische maatregelen nemen. Ik bel haar. Hallo, het is Becky. Het spijt me zo voor alles. Zou je me kunnen helpen? Bedankt. Ik heb papa's geld nodig. En papa's pak. Hey, wil je wat geld verdienen? Speel mee. Tuurlijk. Ik kom eraan. Hey, dat is mijn knuffel. Lieverd, je bent mijn... Oh, wat een aardige man. Welkom. Wat wil je hebben? Ik zal de duurste spullen hebben. Wow. Hey, welkom. Aarde en Amber. Schat. Oh, sorry schat. Mijn maag doet pijn. Ik heb een moment nodig. Psst, kan ik kleding met je ruilen? Natuurlijk, geen probleem. Hey, wat is er? Hoe is het met je geld? Is het niet zo moeite? Nou, tijd om de trekker over te halen. Wil je mijn vrouw worden? Nee, wil je met me trouwen? Ik heb dit. Wil je met me trouwen? Ja, dat wil ik. Ik ben zo blij dat jij het bent. Ik hou van je. Ik hou ook van jou. Ik hou ook van je. Oh, kijk naar Amber. Ze heeft haar zielsverwant gevonden. Een match made in heaven. Eeuw, dit is ranzig. Zullen we naar huis gaan? Kom, schat. Dag, losers. Hey, jullie zijn de losers. Ik stop. We gaan op vakantie. Becky, jij logeert bij Mia. Zij heeft de leiding. Je valt me lastig. Oh, schatje, we gaan wandelen. 1, 2, saai. Mijn TikTok schuift viraal. Het is Theo. Hey. Ja, ik kan helemaal praten. Ken, ik heb er genoeg van. Kom op. Jij blijft hier. Ik sta aan deze kant. Nu beweeg je. Dat kan ik. Hoger. Hoger. Al dat trainen dat je doet is volkomen nutteloos. Oké, het zat eraan te komen. Is dat Becky in de wolken? Ik moet haar vangen. Links, rechts. Ik heb haar. Ben je oké? Ja, alweer. Becky. Zus, gaat het? Het gips wordt over 3 weken verwijderd. Oh nee, hoe leggen we het aan je ouders uit? Een gebroken been? En armen? Oh nee, snacks! Dat is mijn ding! Geen zorgen, hier is het behandelplan. Stop, doe open! Wat een puinhoop! Oeps! Ik ben het niet. Blijf cool. Dat gebeurt, kom. We zullen met de dokter praten en terugkomen. Snickers, die eet ik eerst op. Oh! Je situatie is slecht. Maar niet kritiek. Je moet een paar papieren ondertekenen. Waar zijn ze? Dat was grappig. Jongens, reageer hieronder als je de laatste tijd ziek bent geweest. Dat is het niet. Gelukkig heb ik een reservejas bij me. Nou, het behandelplan. Een drijvende worm. Oeps. Deze dokter is hilarisch. Genoeg, ik ben er klaar mee. Ga. Zorg ervoor dat je de snoepband pakt.
geen snoep meer. Hoe gaat het met mijn patiënt? Alles goed? Top! We moeten lunch hebben. Wat is dat? Pap? Waarom zit het op het plafond? Waarom ruikt het naar snoep? Chocolade! Snacks! Ik wist het! Oeps! Dit gaat allemaal in de prullenbak. Phew! Ik ben razend! Ik heb een hekel aan snoep! Snoep is niet welkom in mijn ziekenhuis. Ik heb het verzameld. Dit is geen plaats voor snoep. Hij meent het. We hebben een ander plan nodig. Auw! Het raakte me. Sta op! Dus, zie je het pillenpakket? Wij vullen hem met snoep. Klinkt goed. Doe het in een doos en klaar is Kees. Nu de suikerspin. Heerlijk! Eet het niet. Help mij in plaats daarvan. We verstoppen het in een echt pakje katoen. Niemand zal het weten. Hallo. Wat zit er in je koffers? Alleen medicijn. Geen snoep. Het lijkt erop. Het is verdacht. Kom binnen. Waar ben je geweest? We hebben een snack voor je. Het is een medicijn. Hou het maar. Er is meer. Pillen. Echt niet. Je staat op het punt van gedachten te veranderen. De pillen zijn eigenlijk snoepjes. Ga ervoor. Oké. Wauw, ik wil ze. Suikerspin als toetje. Oeps, de dokter is er. Hallo, tijd voor een prikje. Druk op de like-knop als je ook bang bent voor prikjes. We moeten gaan. Ik heb alleen watten nodig om de huid schoon te maken. Bedankt. Oh, het is suikerspin. Eruit! Hey, heeft iemand de loodgieter gebeld? Ik zal mijn werk doen, wees voorzichtig. Veel succes. Wacht even, ik heb geen loodgieter gebeld. Wat maakt het uit? Phew. Een brandveiligheidssysteem is wat ik nodig heb. Het snoep is er. Draai de dop los en stop snoep rechtstreeks in de pijpleiding. Klaar. Missie geslaagd. Ik wil mijn zus zien. Ik heb geen snoep bij me. Kom binnen. Hier ben ik. Waar is het snoep? Ik heb zo'n honger. Wacht even, ik kom zo. Ik heb wat vuur nodig. Wat ben je van plan? Jongens, lucifers zijn geen speelgoed. Doe dit niet thuis. Wauw, het regent snoep. Dit is zo mooi. Dus, wat doen we? Oh, ik heb iets. Wat is er? We gaan Pepsi in ballonnen smokkelen. Vul ze voorzichtig. Wat is het volgende? Ik verberg ze onder mijn trui. Ah, nu snap ik het. Laten we gaan. Ik kan dit wel alleen aan. Goedemiddag. Heb je snoep bij je? Kom op, dokter. Niets. Verpleegster. Ja? Onderzoek de patiënt alstublieft. Adem. Houd even vast. Ik hoor borrelen. Kijk eens wat dat is. Draai om alsjeblieft. Er is een touwtje. Schaar. Oeps. Goh, ik zou moeten gaan. Auw. Oeps, goed gedaan. Blijf gefocust. We hebben een nieuw plan nodig. Heb je dat gezien? Een rolstoel. Pak hem. Wanhopige tijden vragen om wanhopige maatregelen. Geniet van uw eilandvakantie.
hartelijk dank. De patiënt is cruciaal. Kun je aan de slag gaan? Ga! We zijn binnen. Sta op. Hé, dit is voor jou. Ah, kom erop. Haal het infuus weg. Wacht even. Ik ben het, Mia. En hij is Ken, je broer. Hey. Hallo. We hebben wat lekkers voor je. Hier. Oh, bedankt. Een verband? Waarom? Wat gebeurt er? Laat vallen. Waarom draait de kamer? Waar is het sap? Is het allemaal weg? Zo raar. Ik ga even kijken. Opfrissen. Ik wil je uit mijn ziekenhuis hebben. Ik zit onder het sap. Mijn make-up. Mijn tand. De pijn is ondraaglijk. Hou op, Pikachu. Pokémon, ik ben een Pikachu-fan. Pikachu, stap in de Pokéball. Ken, even pauzeren. Hey, mag ik je Pokéball lenen? Je mag het hebben, zolang je mij met rust laat. Pikachu, kom naar buiten. Hey, ik heb een missie voor je. Hou de snack stevig vast en stap in de Pokéball. Het zou moeten werken. Een Pokéball? Ik train zelf Pokémon. Hoe zit het met een gevecht? Charizard, ik roep jou. Moeten we? Roep je Pokémon. Nee. Nu. Prima. Oeps. Charizard, vlammenwerper. Lekker. Marshmallows? Echt? Pikachu heeft een vriend gemaakt. Wij moeten nu vertrekken. Wacht even, je hebt een ander kantoor nodig. Daar. Ik wilde gewoon naar binnen. Je hoeft je nergens zorgen over te maken. We zien wel hoe het met de baby gaat. Dit is eigenlijk niet zo erg. Leun achterover en vertrouw me. Wat is dat? Een beer? Dat is niet zo. Maak je geen zorgen. Heeft u nog vragen? Een beer! Dag! Perfecte timing. Dus, werkt het? Ons plan was goed. De gummybeer is veilig. Kom! Becky, dit is voor jou. Eet smakelijk. Bedankt. We moeten gaan. Kijk, zus krijgt lunch. We kunnen je helpen. Je moet wel uitgeput zijn. Handen af. Luister, ik kwam een idee in mijn hoofd. Hier is een bord. Wat is het volgende? Vervolgens veranderen we kauwgom in noedels. Ruikt zo lekker. Yes. Chocolade zou gehaktbal zijn. Bestrijk het met aardbeiensiroop. Hier gaan we. Ben je er al? Ruik ik suiker? Ik ben zo lief dat je het van een kilometer afstand kunt ruiken. Geen grote prestatie als je het mij vraagt. Rennen, nu! Eeuw, vies! Wie zou dat eten? Becky, we hebben lunch. Nog meer gehaktballen? Deze zijn speciaal. Geef ze een kans. Nee. Lik ze tenminste. Prima. Aardbeiensiroop. Wie is de beste broer ooit? En zus? Heb je het al op? Mag ik er nog een paar? Meer? Ken? We zullen wel iets bedenken. Jullie, druk alsjeblieft op de like-knop, zodat je moeder een fijne dag zal hebben. Ik heb officieel geen ideeën meer. Dat gips is meer dan vervelend. Gips? Dat zou kunnen werken. Schiet op! Mijn hand! Het doet erg pijn. Hou dit vast. Het verband is los. Ik zal het repareren. Koffie. Ik zou graag een slokje willen nemen. Wow, dat is snel. Pas op voor je andere arm. De volgende taak op de agenda is het verwijderen van het gips.
De dokter staat klaar om je te zien. Ik heb geen dokter nodig. Er is een fout gemaakt. Ons plan flopte. Het gips is weg. Wat is dat? Oeps. Ik voel me niet goed. Het is maar snoep. Wat is er gebeurd? Ik kan er niet over nadenken. Het is maar een snack. Daar, nog eentje. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hey, worm, meekomen. Hoe meer snoep, hoe beter. Verrassing. Wie is dat? Precies daar. Ik ben hier voor jou. Nee, alsjeblieft. Ik ben te jong. Trick or treat. Treat. Je mag alles hebben. We vinden het niet erg. Er is meer. Het verband kan ook af. De patiënt is gezond. Yay! Kijk, dit zul je geweldig vinden. Hey, onze kaartjes. Oh ja, de kaartjes. Wacht even, is dat eten? Snoep is niet toegestaan. Ik moet het in beslag nemen. Mijn eten! Ik had net een idee. Wat vindt u hiervan, meneer Pinata? Wow. Blijkbaar heb je wat snoep voor ons. No, no, no. Kom binnen, lieverd. Gemeen, Rick. Goedemiddag. Hier zijn onze kaartjes. Mag ik je scannen op snoep, wat tegen de regels is? Zeker niet. Rennen. Laten we gaan, zoon. Haal het ijs. Goed werk. Hey, bewaker. Wat? Een Snickers? Het is illegaal. Het is een Fata Morgana. Je mag nu geen snoep meenemen. Ik kan het. Help me, schatje. De filmlocatie is van ons. Hey, kleintje. Geen toegang met snoep. Denk je dat je, omdat je groter bent, kunt doen wat je wilt? Mocht je willen. Deze bewaker kan het niet bijhouden. Ik moet een nieuwe huren. Wat? Solliciteert een heel gezin naar de baan? Ze zien er allemaal hetzelfde uit. Maar deze man heeft wat nodig is. Oh. Hallo? Oh, verkeerd apparaat. Hallo? Ik zou je graag willen uitnodigen om in mijn bioscoop te komen werken. Het betaalt niet goed. Droombaan, ik doe mee. Mag ik binnenkomen? Ik ben je nieuwe bewaker. Deze baan is een nachtmerrie. De egels hebben me vies gemaakt. Het spijt me, maar ik moet gaan. Succes! Goedemiddag, meneer Eggman. Welkom bij ons team. Hier, teken. Hier is je lievelingsbadge. Succes! Mijn snackvoorraad! Snoep is ontwapend. Dit zijn voorzorgsmaatregelen. Waar is mijn hamer? Een blaster kan me niet bang maken. Ik laat dit niet los. Je wil niet met mij rotzooien, Narling. Ik beheers de hamer. En ik beheer deze bioscoop. Je magie staat onder arrest. Nee, alsjeblieft niet. Ik neem de hamer. Je kunt het niet nog een keer doen. Werkt niet. Jongens, help me alsjeblieft mijn hamer terug te krijgen. Druk op de like-knop, zodat de magie terugkomt. Emily? Dat is het. Ik ben een meesterbrein. Oh, goedemiddag. Uw kaartje?
ruikt naar een film. Yes! Welkom in de bioscoop. Ik zal er wel achter komen. Oh, jammer. De snelle egel trapt in mijn val. Wat was dat? Het is een snelheidslimiet. Supersnelheid is illegaal. Je mag er niet in. Sonic, hou vol. Oh, jij boze Eggman. Hou vol, Sonic. We moeten mijn zus redden. Niemand zei iets over ringen. Hasta la vista, Eggman. Het pad is vrij. Rustig, val niet in het portaal. Wat is er? Eggman heeft al je snoep weggenomen. Sonic, haal zo snel mogelijk meer snoep voor mijn zusje. Een ogenblikje. Een portaal naar de snoepwinkel. Kijk eens wat ik heb. Ik hou van gummiwormen. Niemand stuurt Eggman het portaal in. Hier is mijn nieuwe uitvinding. Een portaalcontrolepaneel. Sonic, we hebben geen snoep meer. Ik ga terug naar de winkel. Er komt nog iets anders aan. En het is geen winkel. Wat is dit? Laat mijn hand los, roofdier. Dit is duidelijk geen snoepje. Geen monster met gigantische tanden. Sorry, dames. Ik zal het opnieuw proberen. Bestemming aanpassen. We openen een portaal naar het verleden. Tyrannosaurus! Kijk, Rexie. Dit is mijn favoriete onderdeel. Oh, mijn olie. Auw, mijn hoofd. Weet je, dat is een leuk idee. Ik verander de vloer in een ijsbaan, zodat er geen egels meer naar binnen kunnen sluipen. Begin de show. Maak je klaar, Eggman. Oh, yes. Kom dichterbij, zwijntjes. Ik ga je schoppen. Ga gerust glijden. Sonic, hou me vast. Bravo. Zo sierlijk. De vaardigheid is geweldig. Wat vinden de juryleden ervan? 10, unaniem. Jongens, wat zouden jullie de prestaties van ons stekelige stel beoordelen op de schaal van 1 tot 10? Sonic, ga ervoor. Serieus? Opnieuw? We hebben de hoogste cijfers gehaald. Ben je bevroren of zoiets? Duw me op. Auw. Oh, alsjeblieft, uitje. Dit is voor jou. Huh? Wie? Dat is raar. Wie is hier? Ben jij? Miste je me? Je liet me schrikken. Eén moment. Ik geef je een voorproefje van je eigen medicijn. Verkleinmodus. Nee, nee, nee. Mijn pico-pico-hamer. Het is nu een babyhamer. Hoe durf je? Oké. Geen speelgoed meer. Ik heb nog een cadeau voor je. Hamers zijn van vroeger. Hobbypaarden is tegenwoordig de nieuwste trend. Ga weg. Hier, mijn kaartje. Heeft u voedsel binnengesmokkeld, meneer? Laten we eens kijken. Pardon, deze popcorn kan er echt niet in. Eten is niet toegestaan. Geniet van de film. Geen flauwekul. Ga gewoon naar binnen, anders proef je mijn insecten weer het middel. Wat? Je probeert je snoep niet eens te verbergen. Meneer Eggman, even. Praat met Pico Pico. Huh? Wat?
Dit is voor jou. Je kunt ermee spelen. Let op. Pico Pico Hamer? Wat? Je kunt mij niet verslaan, Hamer. Shh, kom binnen, schat. Wauw, dat is veel snoep. Zou je willen delen? Bedankt. Hé, hey, iedereen behalve ik heeft snoep. Hé, hey, dat was mijn laatste. Hou dit vast. Hier is mijn kaartje. Daar. Oké, kom binnen. Mijn buik is ook mooi, weet je? We hebben een plan. Gooi er veel snoep in. Maak plaats. Ik ga binnenkort bevallen. Ik wil van een kind genieten voordat ik dat doe. Het maakt me rustig. Tuurlijk, ik ga meteen naar binnen. Ik ga hier niet bevallen. Ik voel me ziek. We moeten een dokter bellen. Ambulance, hier is een zwangere vrouw. Kom nu. Ze kijkt een film. Haast je. De dokter is hier. Bezorg de baby. Laten we gaan bevallen. Het punt is dat ik nog maar 6 maanden bezig ben. Dokter? Waar is... Hey, geef mij het snoepje. Nee. Hier is mijn kaartje. Hoi. Is het Barbie? En ik heb Ken. Ik ben een diehard Barbie en Ken fan. Geniet van de film. Oh, zo knap. Barbie en Ken. Dat is een geweldig idee. Laten we veel snoep pakken. Neem zoveel als je kunt. Hallo. Barbie, Ken, ben jij dat? Heilige blaster, ik kan mijn ogen niet geloven. Ik ben een grote fan. Een handtekening? Dit maakte mijn dag. Bedankt. Ik ben geëerd. Kom binnen. Houden jullie net zoveel van Barbie en Ken als ik? Reageer hieronder. Barbie en Ken, we zijn grote fans. Mag ik je handtekening? Stop, genoeg. Ga terug naar je zitplaatsen. Dit is voor jou, schatje. Van Ken. En wat snacks van Barbie. Eet smakelijk. Mijn lief. Wat? Amy Rose? Stop. Dacht je dat je mij kon bespelen? We komen van een limited edition. Geen snoep. Jullie twee, ga weg. Genoeg. Stop daarmee. Al dit verlies is op dit moment vervelend. Oh, juist. We moeten Amy's energie op een andere manier richten. Kijk, lieverd. Hé, hey, ben je bij Rouge? Probeer het te pakken. Eggman heeft de telefoon. Dit is het. Hé, hey, kom hier. Auw. Het spijt me. Dat is het. Papa! Wat is er, schat? De nieuwe bewaker kan zijn werk niet aan. Oh, hoe gaat het met je? Je bent ontslagen. Eruit. Je zult hier spijt van krijgen. Weet je, ik zal dit hebben.